Het is de eerste dag van mijn paleo avontuur. Ik doe niks voor jou dit. Leuk dit support. Jezus. Ik zou dit nooit doen. Ik voelde me gewoon echt niet chill. Nou, dat schranst lekker door. Ik eet dit toch wel even op. Daar is hij, de paleo kok. Kijk eens. Oh. Good morning. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben net wakker. Oh, ik was de afgelopen dagen was ik op Mallorca bij de ouders van Ro. En het was zo fijn. Echt heerlijk. Ik heb niet gevlogd. Maar ik dacht even helemaal niks. En het was echt heel lekker. Dus ik ben weer helemaal ready voor een nieuwe week in Amsterdam. Ik ben nu bij Ro thuis en ik ga zo gelijk even naar kantoor. En als het goed is, is Elise daar ook gezellig. Ik moet wat dingetjes doen op de laptop. Dat eigenlijk. Zo bizar. Oh, ik heb echt nog zo'n mascara drol. Dat vind ik altijd zo goor. Dat ziet er ook echt uit alsof je dus net wakker bent. Nou, excusez-moi. Ik heb dus weer eczeem op mijn ooglid. Zo irritant. En ik heb zo'n vermoeden dat dat door de weersverandering komt. Als het dan kouder wordt, dan wordt het ook veel droger. En dat merk ik dan echt aan mijn huid. Maar ja, ik heb gelukkig wel een zalfje en dat werkt eigenlijk wel goed. Dus dat ga ik er maar weer even op smeren. Lachen. Ik ben aangekomen op kantoor. En oh my god, ik heb zoiets leuks. Hier word ik gewoon intens blij van. Namelijk een box van Goodie Box. En ik ga jullie helemaal laten zien wat dit precies is. Ik draai even de camera om. Dit is dus een box met allemaal heerlijke beauty en self-care producten. En je kan hier dus een abonnement opnemen dat je elke maand zo'n heerlijke box krijgt. En kijk, om even een indruk te geven van bijvoorbeeld de producten die erin zitten. Dit is dus een masker. Ik heb deze net geroken. Nou, dat is gewoon de hemel. En bijvoorbeeld een heerlijke leave-in conditioner. Dit gebruik ik dus ongeveer 1 keer per maand. En dat werkt dus echt als een trein. Daar word je haar dus mega zacht van. En wat hebben we nog meer? We hebben een body scrub. En we hebben een heerlijke cleanser. Een highlighter. En het is absoluut geen troep die je krijgt. Want ze werken alleen maar samen met hele goede Europese merken. Dus dat is ook fijn om te weten. Dit is zo'n reiniger waarmee je gezicht kan schoonmaken. Dat gaat denk ik wel goed met deze cleanser. En een heel mask. Oh, daar kan je mee slapen. Voor de heerlijke iltige voetjes. Dat is fijn. En in elke box zitten dus ongeveer 5 tot 7 producten. En je betaalt €24,95 per maand. En nou ja, je zit nergens aan vast. Want je kan het abonnement gewoon altijd meteen pauzeren of stopzetten. Uiteindelijk wat er in die box zit is nou ja, rond de €80 waard. En bij de eerste box, dat is dus je welkombox, zitten er 8 producten in ter waarde van iets van €130. En daar heb ik een leuke kortingslink voor in de beschrijving. 50% korting op je allereerste welkombox. Dus ja, hoe leuk is dit ook om aan iemand cadeau te doen? En ja, I love it. Ik ben namelijk altijd op zoek naar nieuwe beauty en self-care producten. En dit is gewoon de ideale manier om nieuwe dingen te ontdekken. Zonder dat je dus een gigantische fles van 1 ding moet kopen. Dus ik vind het echt een heel cool concept. Ik heb een heerlijke lunch besteld. Een tuna cado. Met een Joe's Green Mile. En zo leuk. Elise die blijft voor de lunch. Wacht, hij is blur, 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 blur. Ja hoor, en hij is scherp. Ja. Ah, heb jij wel een soep besteld? Ja. Welke? De Palestinian lentil soup. Hoe lekker is die? It's now here. Is it here? Oh, we moeten al die dozen opruimen.
Oh, jij gaat nu een ginger shot nemen. Doe maar. 1, 2, 3, kom op. Doe het niet in één keer. Eigenlijk wel altijd, maar dit is te heftig. Oh. Ja, het is te heftig. Nee, ik kan het wel in. Nee, deze gemberzotjes zijn gewoon next level. Die branden een gat in je maag. Ja, dat kan toch niet goed zijn? In mijn hoofd ook. Ik voel het helemaal in mijn voorhoofd branden. Als een soort van, hoe noem je dat nou? Zo'n brain... freeze. Brain freeze. Heel heftig. En ik wil nog even aankondigen dat ik nog niet ben begonnen met mijn paleo dieet. Maar dat gaat vanaf morgen in. Oh my god. Ik nu het dan zo steeds dichterbij komt, denk ik... Oh, dit gaat echt zo'n uitdaging worden. What are you doing? Ja, vooral omdat ik gewoon echt... Kaas, pasta, daar leef ik voor. Je mag ook maar goed, kaas meer. Nee. En morgen kom je bij mij eten. Wilde ik helemaal lekker iets met kaas uit de oven maken. Ja, dag. Zo'n bullshit. Maar goed, ik kan bijvoorbeeld wel rauwe vis eten. Oh ja. Dat je zo'n sushi burrito en dan zonder rijst. Sushi. Nou, we'll find a way. En Ro, de schat, die stuurde mij net een hele voice memo. Want die heeft er dus helemaal zin in. Ik moet even zijn enthousiasme overnemen ook. Want hij zegt, ja, ik heb 10 vers houtbakjes gekocht voor onze meal prepping. Hij is al eieren uit de oven is hij nu aan het maken. Nee, deze jongen is helemaal in de weer. Hè? Ja, juist. Dierlijke producten, schat. En dan eet je elke dag een ei. Ja. Ja. Ik vind niks voor jou dit. Leuk. Leuk dit support. Jezus. Je wordt er altijd helemaal eng van. Nee, jij wordt eng jij van eieren. Ook. Nee, oké, maar ik ga toch geen... Dat gele kuiken of eet je dan alleen het wit? Nee, het gele kuiken eet ik ook altijd. Ja, maar dat heb ik niet zoals jij. Ik vind maar eieren ik prima. Ik ook, alleen soms staat het me gewoon tegen. Ja, nou ja, dat... Kijk, weet je wat bijvoorbeeld een hele goede maaltijd is? Zalm uit de oven met asperges en bloemkoolrijst. Nou, dat klinkt toch heerlijk met soja, saus. Oh nee, dat mag volgens mij niet. Hoezo niet? Nee, je moet dus zeg maar denken dat alles uit een pakje mag niet. Okay. Dus verser dan dit wordt het nou, niet. Dat is wel heel goed. Ja, je eet mega puur. Als een oermens. Terug naar de oertijd. Dus ik ga morgen beginnen. Maar dan mag je ook geen sushi. Oermensen aten geen sushi. Bestemd. Ja, maar die aten toch rauwe vis? En een plant. Zeewier is een plant. En rijst? Nee, dat mag niet. Nee. En quinoa? Tarwe. Quinoa? Nee, volgens mij ook niet. Ik mag echt heel veel niet. Peulvruchten ook niet. Ja, het is echt heel moeilijk. En waar is het goed voor? Ik moet mijn darmen herstellen. En ik vind het ook wel, ik heb nog nooit zoiets gedaan. Dus ik vind het ook wel weer gewoon lach om dit te doen. Maar ik heb wel al 2 jokers, 2 wildcards. Want, daar gaan we. Ja, nou ja, dat moet gewoon. Want Ro is jarig. En dan gaan we ergens eten. Krijgt hij een happy meal. Nee, dan gaan we ergens eten. En ook de vader van Ro. Dus we gaan ook met de familie van Ro uit eten. En dat zijn mijn 2 wildcards. En hoe lang duurt het eigenlijk? Een maand. Ik wil het een maand volhouden. Oké, wauw. Ja, je krijgt dus mega veel energie hiervan. Ja, nee, maar ik ben benieuwd. Ja, ik ben dus ook heel benieuwd. En ik vind het best wel grappig. Ik heb nu ook het is eigenlijk de perfecte timing om zoiets te proberen. Wow. Nou ja. Anyway, ja. Dus dat.
Ik ben thuis. Met Joey Child. En Joey is nu bij mijn laatste avondmaal. Letterlijk the last supper. Voor wie het gek wordt. Ja. Ja. Weten ze alles over jouw nieuwe diet? Ja. Nou jongens, ik zou het nooit doen. Nee. Maar ja? Ik zou het nooit doen. Nee. Want de vlees, dat lust ik niet. Maar met problemen die jij hebt ervaart, dan zou ik het proberen. Ja. Het is proberen waard. Want ik denk ook, ik heb jarenlang gehoord van mijn stomach. Het is gewoon, het ziet niet goed. Nee, daarom. Dus we hebben nu patat en pita wrap. Maar nog steeds, oh no. En met vegan kip. Ja. Mag je kip eten? Ja. Alleen maar, bijna toch? Ja, gewoon. Oh, kip is wel lekker. Een hele kip en dat is het. Oh, en we gaan nu ons programma kijken. Dit is iets voor jou. Track. Want dit is iets voor jou, een hele kip. Een hele kip. Oh, nou, cheers. Wow, that looks like a weird butthole. But I don't know how your butthole looks like. Well, not like that. Not like that. Good morning. Oh my god, het is de eerste dag van mijn paleo-avontuur. Ik zit weer vol goede moed. Gisteren zag ik het even niet meer zitten. Want ik dacht echt van, waar begin ik aan? Ik kan dit helemaal niet. En dan Elise en Joey die ook echt zeggen van, we gaan het zien. Maar I'm ready. Ik ben er klaar voor. En super lief. Ro heeft vandaag een beginnetje gemaakt voor de lunch. Oh, zo lief. Hij heeft allemaal vers houtbakjes gekocht voor de meal prep. Nou, echt te leuk. En dan is dit dus mijn lunch. Nou, dat ga ik jullie vanmiddag allemaal laten zien. Als ik het ga eten. En in ieder geval, ik heb hier een groene smoothie. Want ik ga natuurlijk nu ontbijten. Dus ik ga gelijk even laten zien wat ik ga ontbijten. Een groene smoothie. En een gebakken ei met spek ga ik nu maken. Even de spek bakken. Volgens mij, ja. Dat is dus prosciutto. Ik denk dat ik daar heel erg aan moet gaan wennen. Wat ik heb. Ja, ik eet heel weinig vlees nog. Dus daar, ja, dat ben ik helemaal niet meer gewend om vlees te eten. En bij dit dieet eet je mega veel vlees. Dus ja, dat is wel nieuw. Doe twee plakken. Even een slokje van de smoothie. Oh, lekker. Zo raar dat ik dus nu geen brood erbij ga eten. Normaal zou ik dat natuurlijk op een boterham leggen. Tada! Nou, dit ziet er toch heerlijk uit. Helemaal zin in. Dat was heerlijk. Letterlijk binnen 1 minuut op. Ik ga nu even een koffie drinken met Noor. Die heb ik al super lang niet gezien. En dan ga ik weer even langs kantoor. En dan heb ik een afspraak. En ik ga Joey denk ik ook nog wel even zien. Ik wil ook even weer wat reels op gaan nemen. Dit wordt een productieve dag. Ik heb een cappuccino besteld met kokosmelk. Want dat mag ik nog. Nou, ik ben aangekomen bij Nick en Joey. En zij willen heel graag uit lunchen. Maar ik zei, nee. Ze zei, wacht Joey. Ik heb mijn eigen lunch meegenomen. Maar jongens, jullie moeten kijken wat hier al in zit. Kijk. Ja, hoe lief dit heeft Ro. Nee, maar dit is zo lekker. Maar dit zo is zo lief. Niet pita. Nee, dit is zeg maar zo bizar. Wie ben jij? Oké, dus even laten zien. Dit zijn een soort egg muffins. Die heeft Ro gisteren gemaakt in de oven. Uit. Ja, gewoon ei. En dan hier zit champignon in. Hier zitten hamblokjes in. Ik doe het door de hal voor jou, die avocado. Oh, wat lief.
Hier zit ook weer champignon in. En dan tomaatjes, wat kipfilet en paprika. En als ik dan nog honger heb, kan ik altijd een banaan eten. En dus een halve avocado. This is my life now, Nick. Maar wie ben jij, schat? Wie ben jij? Ja. Ik ken jou niet. Je bent zo van een gym junkie. Die nu gewoon gekke dingen aan het eten is. Ja, lekker eieren. Hoe is dit in haar huis? Ja. Wie is dit in haar huis? Wie? Ja, bizar. I know. Lekker maar ik ben wel echt heel benieuwd hoe ik me erdoor ga voelen. Ja. Toch? Doe je het. Ja. Om te kijken hoe je gaat voelen. Maar ik denk eerlijk zeggen, je moet het uitbreiden. Want ik weet, ja. Ik heb veel diëtes in mijn leven gedaan. En ik weet dat op een gegeven moment, week 2, ben je klaar met de muffins. Ja. Dus je moet hem niet elke dag eten. Nee. Wisselen. Nee, dus ik zou zeggen, morgen doe maar iets anders. So that you don't get so tired of the muffins. Dat is wel mooi gemaakt. Snap je? Ja. Then by week 3, you cannot even look at muffins. Nee, nee, nee. Ik wil dit ook echt niet elke dag eten. Maar wat kan je dan eten? En weet je wat ik heb ontbeten? Ik heb al een ei op met spek. Ja? En een groene smoothie. Het is wel heel gezond. Heel gezond. Tenminste, nou, ei met spek is natuurlijk heel vet, maar... Jullie moeten leren te maken cloud bread. Weet je wat dat is? Nee. Geweldig. Cloud bread? Het is... whipped egg, and then you put the yellow in it, you put it in the oven, and it makes a bread. Oh. Nee, nee, nee. Ik heb dit in New York gedaan toen ik ook op een dieet zat. Oh my god. Ja, dus dit is cloud bread, gemaakt van eieren, en dan het geeft je de gevoel dat je gewoon een broodje hebt. Wat chill. En... ja, ik denk dat je kan het heel lekker maken met wat spices. Ja. Met je Italiaanse spices of zo. Ik zit gezellig bij Elise op de bank. Oh, hé. Hey. Ja. Die is van mij. Jezus, het is hier side not. Oh, dat komt door die bekertjes, denk ik. Denk nou, een groot lekgeweld hier. Ik dacht, ik kom gezellig bij Eetje eten. Maar... Wij vinden weer alleen. Het wijfje is alleen. Ik ga vooral niet zeggen hoe zwaar ik het heb. Nee, dat moet je vooral niet doen. Stel je voor. Oh god. Maar goed, we hebben dus gezellig de boys lekker naar bed gebracht. En Eetje die heeft een maaltijd voor haarzelf. Want die eet natuurlijk normaal. Een maaltijd? Een maaltijd. Ja, dat klinkt helemaal zo bejaardenflat. Ja. Maar ik zat dus te kijken, ik heb geen zin om nu helemaal in mijn eentje hier voor mezelf te koken. Dus ik dacht, ik ga bij Sushito bestellen. En dan kan ik gewoon zo'n pokeball doen, build your own. En dan doe ik dat zonder rijst of quinoa. En dan kan je als base, kan je dus mixed greens doen. Dus dan wordt het veel meer een salade. Dus ik kom helemaal aan mijn trekken hier. En nou, ik moet zeggen, de eerste dag... het is goed gegaan. En ik zat super vol na die lunch. Echt super vol. Maar ik heb dus nu best wel honger. Dus ik had eigenlijk even een tussendoortje moeten nemen. Qua ja, gewoon even wat noten of zo. Dat heb ik dus niet gedaan. Maar wil leren, hè. Wil leren. Dus ik ga nu even een pokeball maken. Die ik mag. En dan ga ik dat lekker eten. En zo leuk. Die jongens hebben een... een klimrek met een glijbaan. En daar zijn ze zo trots op. Gaan ze het glijden en dan zo aankijken. Dat je wel kijkt. Zo lief. Anderhalf uur later heb ik mijn geweldige pokeball. Ik heb al een paar hapjes genomen. Het is echt heel lekker. Wat gaan wij kijken? Ik zal de reels te kijken. Ja, maar zullen we wat kijken? Met Waas? Oh ja, Reizen met Waas. Dat is die acteur van Undercover. In de kuffer. Ja. Dat erg schijnt leuk. Helemaal leuk te zijn. Oh, blur. Dit is zo gemeen. Ook zo smakkend. Ik eet het gewoon standaard elke avond. Heel erg. Tony Chocolonely. Echt? Ja. Hashtag no sponsor. Maar ja, en nu zit jij erbij. Oh, ja. Nou, ik mag een kop thee.
Maar eigenlijk zou ik nu gewoon wat nootjes moeten eten. Maar dat heb jij natuurlijk niet in huis. Jij, als jij ooit dit dieet zou doen, ja, jij kan dus geen noten eten. Dat is echt erg voor jou. Want jij eet nu de hele dag noten. Nou ja, dat is iets wat je nog wel mag eten, dus dat ga je eten, ja. Ik eet niet de hele dag noten. Maar dat is een groep die ik nog mag. Nee, dan kan ik het al helemaal niet doen, maar ik zou dit dieet ook nooit willen doen, dus... Nou, Elise is wel echt mijn grootste support. Dat is wel echt... Nee, oké. To be honest. Ik vind het wel... Geen hand voor je mond. Ja, ik heb zo'n chocoladezwarte bek. Ja, maar schat. Anders... Ik vind het wel oprecht goed dat je gewoon iets uitprobeert. Ja. En gewoon kijkt of het iets voor je is. Ja, en ik vind het ook... Ik wil mezelf bewuster maken van eten aan zich. Ja. En dit is natuurlijk best een extreem dieet, maar ik denk, nu tel ik ook ineens calorieën en zo. En ben ik me super bewust van wat ik dus in mijn lichaam stop. En dat heb ik nooit gedaan. Ik ben heel benieuwd naar je eindconclusie, of dat je het gelukkiger maakt, of juist niet. Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Vreet weer een stuk Tony Chocoloni. Nou, dat schranst lekker door. Ik eet dit nog wel even op. Winter is coming. Die maakt allemaal niet meer uit. Die overzien erbij, dat is een foute keuze geweest. Dat is helemaal geen combi. Oh. Maar ja, boeien. Het is weer een nieuwe dag in Paleo Wereld. Jeetje, nou, ik heb het wel zwaar gehad hoor, vannacht. Ik werd rond een uur of 1:30, 2 wakker met... zo'n honger. En ik dacht, ja, dit, ik kan nu niet meer slapen voordat ik iets eet. Dus toen heb ik een banaan gegeten. En dat hielp gelukkig wel. Maar ik werd de hele nacht al zo een paar keer wakker. En dan was ik helemaal zo, oh, ik heb een soort hoofdpijn. En komt dat dan door dat paleo? Ik was helemaal in een soort van rare trip. Ik heb nog steeds een beetje hoofdpijn. Ik weet niet of het daardoor komt, maar ik ben gisteren ook ongesteld geworden. Dus daar kan het ook aan liggen. Ik heb al ontbeten. Ik heb vandaag als ontbijt heb ik een bakje kokosyoghurt met blauwe bessen en banaan gegeten. Ik ga nu lekker naar kantoor in ieder geval. Daarna heb ik een afspraak. Daarna ga ik mijn wenkbrauwen weer even lekker laten doen bij Fabienne. Bij de Brow House. Daar heb ik ook zin in. En dan gaan vanavond Ro en ik gezellig een heerlijke maaltijd koken voor onszelf. Het is lunchtijd. En tijd voor een tonijnsalade, tomaatjes, een ei, wat sla en een komkommertje met een glas water. Oh, we zitten er weer, hoor. Ja, ja. Met de nieuwe spiegels. Ja, geweldig, hè? I love it. Thank you. Joejoe. Nou, ik ben thuis. Mijn wenkbrauwen zitten er weer op. Oh, nee. Vandaag heb ik echt een struggle dag. Want ik heb sowieso gewoon de hele dag hoofdpijn. Nou, het is nu wel ietsje minder, moet ik zeggen. En ik weet niet, ik voelde me gewoon op kantoor echt niet chill. Helemaal shaky en ik had het super warm. Ik was helemaal een soort van aan het zweten. Nou, echt heel apart. En dus die hoofdpijn erbij. Ik dacht echt van, wow, is dit echt een soort, afkikverschijnsel of zo van suiker? Waarschijnlijk wel. Ik kan echt alleen maar aan alles wat ik lekker vind denken. Die kokos, pepernoten, kaas, pasta. Jeetje, maar ja, dit soort momenten, hè. Dit soort momenten zijn belangrijk. Want hier moet je doorheen. Dus, ik heb honger en als snack heb ik... geroosterde amandelen. Hopelijk voel ik me morgen wat beter. Rodi zei dat hij zich waanzinnig voelde. En dat hij dus gisteren juist een beetje zo flauwig was. En duizelig.
Nou ja, en dat had ik ook echt vandaag. Gewoon geen energie had ik. Geen energie. Alsof je ziek gaat worden. Dat gevoel. Maar dan net iets anders. Dus ik weet ook niet... Ja, het is echt heel raar om uit te leggen. Echt heel gek. Daar is hij, de paleokok. Kijk eens. Wauw. Heb jij ooit zoveel kip gegeten de afgelopen jaren? Nee. Maar wat ziet het er lekker uit? Wel heel gezond. Wat is dit sausje? Dat is mosterd. Mosterd met heel klein beetje honing. Dat mag dan als zoetstof. Ja. Natuurlijk, hè, die honing. En, Wat lekker. Nou. Mogen we ook een beetje mayonaise? Nee. Mag wel, toch? Mag wel. Ja, mayo. Dat ik voel namelijk dat ik meer vet nodig heb. Nee, want ik weet gewoon meer niet... meer vet nodig. Nou, ik heb vandaag echt heel weinig energie gehad. Nou, dan moet je eigen dus ik raak een beetje... je eigen mayonaise er maken. Dat zijn de regels. Ja, jeetje. Oké, dan doe ik geen mayo.